Met welke vragen kunnen jongeren terecht bij een buurtcoach? Dat zijn heel veel vragen. Ze kunnen vragen met hulpverleningsvragen rondom schulden of problemen thuis, scholing, huisvesting. Maar ze kunnen ook bij ons terecht voor vragen rondom activiteiten, dat wij ze daarin kunnen ondersteunen. Met welke vraag ben jij bij de buurtcoach gekomen? Ik had een beetje financiële problemen en dankzij Martijn ben ik eruit gekomen. Hij heeft me goed geholpen en dankzij hem loop ik nu ook stage hier bij de Derlen. En wanneer kunnen jongeren hier komen? Jongeren kunnen hier elke dag van de week binnenkomen, op van maandag tot en met vrijdag en op 2 avonden. De dinsdag en de woensdagavond zijn we altijd geopend. Wat doet een buurtcoach precies? Nou, een buurtcoach is voor alle bewoners, in dit geval de huut, in de wijk. Wij ondersteunen alle bewoners met allerlei handen hulpvragen. Het kan opvoedondersteuning zijn, het kan financiële problemen zijn, allerlei zorgvragen. En daarnaast ondersteunen wij ook bewoners met collectieve activiteiten. Als bewoners in de wijk een speeltuin bijvoorbeeld willen opknappen of herinrichten, dan proberen wij samen met de gemeente in contact te komen met de buurtbewoners. Dus als ik een vraag heb, moet ik helemaal alleen hier naartoe komen? Nee, dat hoeft niet, want ik sluit eigenlijk gewoon aan bij degene die bij mij komt. En jongeren vinden het vaak fijn om op allerlei verschillende plekken af te spreken. Dat kan op school zijn of bij het werk of bij een instantie waar ze naartoe moeten. En ik ga ook vaak mee als het nodig is. En ik vraag ook altijd aan jongeren of ze iemand mee willen nemen. Dus als ze een vriend of vriendin mee willen nemen, dan vind ik dat altijd prima. Eigenlijk juist fijn.